ik ben Tim Tigran. En ik ben Govert. We gaan naar de Ghost Tunnel. En je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Zonder Devin inderdaad. Hij zit in Dubai. Hij is in Dubai een super toffe video maken voor jullie. Ik kan helaas niet mee, want Devin zit in een stuntteam. En ja, daar zit alleen Devin in. Dus Devin die zit lekker in Dubai. Maar Govert en ik dachten van, wij willen natuurlijk niet hier achterblijven en niks doen. Nee, precies. Dus wat we gaan doen, we gaan naar een ghost tunnel. Er schijnt dus onder deze stad waar we nu lopen een tunnel te zijn. Waar allerlei bussen en allerlei politieauto's staan. Super echt gewoon ziek, super ziek, gewoon onder een stad waar gewoon mensen lopen en rijden. We moeten er op een heel rare manier naar binnen. Ja, we gaan even checken, want we hebben op Google gezien dat je door een rooster heen kan. Nou weten we niet of dat gaat lukken, of die dicht zit of open is, maar het zit naast de weg, dus het wordt een beetje tricky. Ja. Maar goed, jullie gaan het zien. Yes! Nou, we zijn bijna bij de weg waar de roosters zijn. En als het goed is, kan je dus in die roosters en dan kom je dus in die ghost tunnel. Oh mijn god, dat is gewoon een fucking drukke weg. Oh shit. Er staan gewoon mensen op de bus te wachten. Nee joh. En langs moeten we gewoon in de rooster kruipen en naar onder gaan. Dit kan toch niet, klaarlichte dag? Het rooster hebben we gevonden. Het is inderdaad een los rooster. Maar we zijn naast een drukke snelweg. Een drukke weg. En wij moeten dus hier onderdoor. Hoe gaan we dit doen? Ga jij hem omhoog voor mij? Ja. Holy shit man. Gast. Er rijdt nu net politie langs. Ja, hou dat gek vast. Kut. Stuurtrouw. Fuck it. Nu zijn we er. Nu gaan we ook. What the fuck, gast. Fucking hell. Al die auto's aan het toeteren. What the hell. Oké. Wat is je eerste indruk? Ja, ziek. Maar ik wil die bussen zien. Dus ja, ik ook. En ik wil snel weg van die lui. Die handjes. Wat? Hey. Hey Govert. Yes. Dit is echt bizar, man. Ja. Is gewoon een tunnel vol met bussen. Hoe kan dit? Onder Hoe kan dit? Ja, ik had gelezen dat dat de gemeente een 2,5 kilometer, dat hebben we ook gisteravond gelezen, ja? Dat ze een 2,5 kilometer lange metrotunnel hadden aangelegd, maar dat ze na een tijdje het proces stopten omdat het niet werkt ofzo. En dat ze deze tunnel nu gebruikten om allemaal bussen te stallen. Zeg maar. Kijk hoeveel je licht. Misschien verkopen ze dit wel, weet je wel, op straat. En bewaren ze het hier. Ja, inderdaad. Oh ja, die daklozen. Hallo?
hier zie je dus heel goed dat ze dit echt hebben willen gebruiken voor een metro, want er ligt hier echt super veel spoor. Ze zijn allemaal andere kanten. Nog meer bussen hier gewoon. Telkens zie je ook aan de zijkanten. Kijk, een soort kiosk of zo. Ja, ze hebben hier echt onderdelen uit willen halen. Ja, inderdaad. Om te verkopen of zo. Oh, hier heb je een soort van porta. Wat? Police. Holy shit. Er staat hier een politiebusje. Dat is een politiebusje. Gast. Ja, het is niks meer dan gewoon een lege caravan. Wat zit er beter dan deze ding? Ziek oude tram. Dat is het einde van de tunnel. Hier ligt overal water. Ah, jongens, ik hoor heel de tijd shit, man. Ja, het is echt gekke werk. Huh? Wat? Oh, mijn god. We lopen nu zeker een half uur rond in de tunnel. We hebben het einde bereikt. Er ligt allemaal water, dus we kunnen niet helemaal naar het einde. Goofd en ik gaan weer teruglopen. En dan kijken of we nog wat tegen. Gast. Ja, ik word serieus. Gast. Kom, we gaan. Kom, we gaan nu. Nu. Ah, fuck. Hoe gaat je enkel? Ja, gaat. Heb je dat al verteld? Nee. Zal ik dat vertellen? Ja, toevallig in je vorige video was een Q&A, hè? Ja, in mijn vorige video was een Q&A. Toen heb ik laten zien dat mijn enkelband gescheurd was. Dat was mijn rechter enkelband. Nu ben ik gisteren met training weer door mijn enkel gegaan. Nu de andere. Zien jullie nu even een fotootje van? Hier zo. Het leuke was, jij kwam bij mij thuis en ik had net die dag had ik die Q&A gekeken. Ja. En toen kwam je bij mij thuis en was je andere voet was gewoon met het cel gewoon weer zo super dik. Gewoon weer hetzelfde, weer zo ja. Super dik als die vorige. Maar ik kan lopen dus. Hey, lekker jongen. Komt helemaal goed. Hier is er maar één van, zeg maar. Van verlaten ziekenhuizen en zo zijn er wel meer. Ja. Maar een tunnel met een politieding met bussen erin. Dat maakt het nooit mee. Nee, inderdaad. Het is zo uniek. En ook gewoon onder een stad waar gewoon mensen rijden nu. Volvo busje. Hey, dit zijn echt mega oude. Hier zijn we nog niet geweest. Fuck, maar komen we dan wel goed uit? Een jeep. Wat? Holy shit. Super vet. Ja, en weer belachelijk veel bussen ook. Hier. Ik ruik hier echt graffiti, man. Ja. Komt dat er gedaan. Ga terug. Ruik je het? Ja, heel erg. Ik had het net in deze bus, die gele bus, dat was heel erg. Hier doorheen? Oh ja. Hé, hey, hier is het gewoon al. Hier wordt gelijk die auto's. Govert, het is tijd weer om te gaan. We gaan nu weer via het rooster omhoog. We hadden het er even over gehad en we zeiden van het is beter als we even de camera's gewoon veilig in de tas doen. Want als we filmen, dan duurt alles net iets langer. Gast, mijn tas weer. Die heb ik ergens neergelegd. Kom, even snel terug dan. Kom maar. Die heb ik natuurlijk bij die foto neergelegd.
Ja, daar. Nice. Ik schrok even, maar gelukkig heb ik mijn tas weer. Ja, hier is die. We gaan nu weer dus richting het rooster. Ja. Dit is het spannendste deel. Misschien is het wel nog spannender dan de tunnel. Dan heel die tunnel. Daar is het rooster weer. Mijn hart gaat helemaal tekeer. Ja. Hierboven is gewoon een voetbad, hier lopen mensen. Zo, we staan weer buiten bij de auto. We zijn gelukkig ongedeerd eruit gekomen. Ja, beter toch? Ja, zeker beter. Het was wel even spannend of er geen politie langskwam of auto's, want ja, dan ben je gewoon de lul. Niet goed. Ja, inderdaad. Als je dit nou vet vond, laat zeker even een like achter. Reageer en check Govert zijn kanaal voor zijn kant van het verhaal. Maar hey, jongens, trouwens, 2000 blauwduimpjes op deze video moeten we lukken, toch? Ja, dat moet lukken. Laten toch? We er met z'n allen voor gaan, dus doe de blauwduimpje omhoog. 2000, jongens, moet lukken. Allemaal liken. Yes. Met jullie hulp lukt dat. Later. Volgende week weer een video. Later. Yeah.